ben op bezoek bij de Red Dragons, onze nationale volleybalploeg. Ze hebben mijn hulp ingeschakeld om van hun vedette te maken. Ik sta bij Tomas Rousseaux, de aanvaller van de Red Dragons. Tomas, als jullie nu het EK winnen, wat ga je dan doen? Een dansje? Of allee, als je zo'n punt maakt? Wat zijn zo je moves? We maken een punt, we komen samen, we geven zo een keer een high five. Kletsen zo een keer op elkaars billen of zo. Maar dat is kei-gay. Ja, ik weet het, maar je denkt daar niet bij na. Ja, en de high five is dan zo super onorigineel. Tomas, je hebt echt een signature move nodig. Ja? Je moet sowieso doen als je herkennen op het veld. Maar ik ga je daarbij helpen, no worries. Alright. Cut to the rescue. En, was het goed? Ja, maar we gaan het toch nog een niveautje hoger nemen. Ja, dat gaan we niet doen, hè?